Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik heb eigenlijk een beetje haast. Ik wil vandaag weer gaan vloggen. Ik heb net een afspraak gehad, maar daarover kan ik helaas nog niet vertellen. I'm so sorry. Maar dat komt nog. Marit die komt er zo aan. En als ik vragen krijg, Marit heb ik al een paar keer in quarantaine gezien. In deze periode dus. Ja, wij gaan vandaag foto's maken en ik woon in het dorp. Zij ook, we wonen in hetzelfde dorp en daar is geen kip. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik heb een pakketje ontvangen en die wil ik even snel openmaken. Want ze is dus nu al onderweg, dus ze komt zo. En dan gaan we vandaag foto's maken. Ik heb hier al de tas liggen met de outfitjes die ik op de foto wil zetten. Ik heb ook wat voor samenwerkingen klaar liggen. En ik heb nu nog een heel leuk pakketje ontvangen. Oh, ik zou zo mijn outfit laten zien. Het pakketje. Maar die wil ik dus gelijk ook op de foto zetten. Kijk, hi Floor, veel plezier met je nieuwe items, liefs. Loof Fashion. Dus het is van Loof Fashion. Heel leuk. En daar heb ik wat mogen uitzoeken. Ik heb namelijk dit te leuke broekrokje. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Kijk nou. Ja, ik heb nu wit aan, dus dat zie je niet zo goed. Maar goed, het is een broekrokje met zo'n strikje hier. Super leuk. En echt te mooi is deze. Een hele mooie blouse in het zwart. Met van die prachtige pofmouwen. Nou ja, goed. Kijk even mijn Instagram. Dat is @floordel, want daarmee ga ik outfitjes maken met dit. Ik denk dat het ook wel een heel cute setje is. Dus die neem ik gelijk mee. Zo. Nou, en dan kunnen we er weer tegenaan. Ik zal even snel mijn outfit laten zien. Ik draag dit blouseje van Naked met het bikershirtje van Lovies, maar ja, Marit moet dit even strikken, want het lukt me niet. Deze was al gestrikt. Dus deze moet nog even gestrikt worden, want dit ziet er niet zo leuk uit. En dan heb ik de... hoe heet dat? De laarsjes zijn van Must Have District. En dat zijn van die Dr. Martens. Dus dit is het outfitje. Ik heb eigenlijk niks met mijn haar gedaan. Ik denk dat ik het gewoon zo laat nog even snel door kan. Ik heb het ook niet gesteld, maar ja, daar heb ik eigenlijk ook geen tijd voor. Volgens mij vind ik dit wel leuk. Nou, zo, wat een gehaaste begin. Maar ik neem jullie vandaag lekker mee. En voor de rest komt vanavond om Sander. Die komt om 5:30 ongeveer. Want hij moet eerst werken en dan gaat hij naar de kapper. Het kan eindelijk weer. En dan gaan we lekker bestellen. Ik denk dunner, want daar houden we echt heel erg van. En morgenochtend moet ik werken. Maar ik ga jullie gauw even bijpraten over mijn afspraakje van vanochtend. Ik heb er gisteren ook al een gehad. Maar dat komt binnenkort. Misschien in deze vlog al. Maar sowieso binnenkort. Dus stay tuned. Volgens mij is Marit er. Dus ik ga even naar beneden de deur open doen. Ik heb Mar de blouse gegeven. Kijk nou. Zo, hij staat echt super. Echt leuk. Nou, met het knoopje zo. Die kleur. Ja, heel leuk. En ik heb... Even laten zien. Als je mijn vlogs kijkt. Laatst was ik bij Mar. En toen had ze limoncello gemaakt. En ik heb een beetje gekregen met mama. Gaan we die delen? Hoe lekker ziet het eruit? En het ruikt ook zo lekker. Maar ik moest even in de vriezer. Dus dat doen we. Nou, ready? Freddy? Ready, Freddy? Nice, let's go. Ik ben best eng bij voor een auto. Ach, ik ga heel goed rijden. Oh my god. Ja, is ook niet zo zwaar, hè? Nee, voor mij is het echt heel groot. This right here is my time for party. Oh, glimt ook echt zo mooi. Je was wel erg. Dichtbij. Een mooie foto. Ja, mooie foto, hè? Dat dacht ik. Oh, knorde. Oké, wat heb jij al? Oh ja, ik was helemaal vergeten. Oh, dat staat ook op de vlog van net. Ja. Oh ja. We hebben foto's gemaakt. We zijn nu thuis. Het is 2:30 en we hebben echt mega veel honger. Dus we hebben even lekker Daily France lunch besteld. Ja, we zijn nu een beetje alvast aan het snacken. Ik ben altijd aan het eten op jouw video's. Ja, ik ook. Ik doe ook wat bij mij ook. Oh, 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 oh. Ja, sowieso goed. Oké, top. Valt eraf. Nou, ik heb nu trouwens een blouseje aan die ik net heb unboxed. En ook het broekrokje. En eigenlijk moet ik dit nog even strikken. Oh, er viel pesto uit mijn mond. Oh nee, gelukkig niet helemaal gewoon. Kijk.
Hartstikke leuk. Echt heel leuk. Maar goed, we hebben dus Daily France besteld. En dat komt als het goed is nu elk moment zo binnen. Want wij hebben echt mega veel honger. Maar we zijn nu de foto's even aan het checken. En ze hebben goed geluk van mij. Lekker lunch, smoothie en allebei een carpaccio bol. Ja, lekker. Ik weet niet of ik dat muziekje eronder kan laten. Of ik dan geband word. Nee. Ik vind het een set. Kan ik misschien een deur eronder krijgen? Ja, dat kan echt niet. Ik heb even weer mijn sweat aangetrokken, want ik had het echt rete koud. Hey, focus. Ja. En die is dus nieuw gekocht bij United Wardrobe. Een meisje maakt het zelf. En de hoodie zelf is van de Porn Bear. Ik wacht even nog tot Sander straks komt. En dan gaat hij dunner eten. En ik ga gewoon een zalmpje maken met wat groente en aardappel. Opgebakken aardappels. Nou, Mars weg. En ik denk dat Sander ook zo komt. Hij gaat eerst nog even naar de kapper. Dus ik ga denk ik zo alvast eten bestellen. En dan zorgen dat het er later is, zeg maar. Dan heb ik het in ieder geval vast besteld. Ik ga nu lekker Elite verder kijken en op de bank chillen. Want ik ben echt best wel moe. Ik heb vannacht ook heel slecht geslapen. Ik sliep bij Sander. En ik weet niet, ik werd de hele tijd 's nachts wakker. Echt heel vaak. Ik denk dat ik maar 5 uur slaap heb gehad of zo. Ja, en dan de hele dag, of nou, heel dag, ochtendje foto's maken. Dus nou ben ik wel moe. Dus ik ga lekker op de bank liggen. En dan vind ik het wel weer mooi. Eigenlijk heb ik nu niet zo heel veel boeiend meer te doen en te filmen. Maar ik ga nu lekker Elite kijken, want dat vind ik heel erg leuk. Zullen we anders eens even bij Ukkie kijken, hoe het met Ukkie gaat. Oké, okay, blijf staan. Ukpuk! Doei, doei. Ukkie heeft er weer een mooie bende van gemaakt. Ik ga gauw weer het hele hok gewoon schoonmaken en opnieuw indelen. Want heel veel is uit de hok gehaald. Dat hij toen een gebroken pootje had. Zieligerd. Maar goed, ik ga hem ook een beetje melk geven, want dat vindt hij echt heel lekker. Dus ik ga even een bakje maken. Maar ik ga gauw gewoon even dit hele hok schoonmaken. Maar dat is zoveel werk, maar dat ga ik wel weer doen. Hoe is het met jou? Je hebt je lekker drinken. Heb je dorst? Ja. Nou ja, Ukkie is al best wel oud. We weten niet hoe oud, want we weten niet hoe oud hij was toen we hem kochten. Maar ik heb hem nu al zo'n 2 jaar. Dus ja, lieve Ukkie, melk. Dat vind je lekker, hè? Nou, daar is het. Ga er maar heen. Ja. Ja, dan gaat hij weer melk drinken. Hij vindt het zo lekker melk. Schattig. Ik heb aardappelschijfjes gekocht en doppeltjes. En ik had zalm, echt een perfecte combinot. Maar Sander heeft pizza dudder, lekker. Goed, ik ben terug van werk en ik was helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus dat wil ik bij deze doen. Maar voordat ik hem afsluit wil ik nog even wat pakketjes laten zien. Of eigenlijk dingen ook wat ik heb gekocht. Ik heb hier 1 hele tas vol. Zo cute. Met allemaal kinderkleding en zo. Voor wat kids die ik ken. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dat heb ik gehaald. Allemaal korte broekjes en zo. Maar voor mezelf heb ik ook nog heel wat leuke dingen gehaald. Bij Lily dus, want daar werk ik. Dit jurkje. En die ga ik samen delen met mijn zus. Te leuk. Van Lofies. En deze. En ik weet dus niet of ik hem pas. Want ik heb normaal maat 36. Oh, dat ziet er trouwens niet uit. Maar hij was alleen nog maar 34. Dus wordt een beetje tricky. Te vet. Deze spijkerbroek. En hij is van Naked. En Naked valt over het algemeen wat groter. Dus ik hoop gewoon stiekem dat ik hem pas. Maar spijkerbroek heb ik vaak wel 36. Maar goed. Deze. En anders ga ik echt heel hard huilen, want ik vind hem echt heel tof. En even kijken, ik heb nog een pakketje. Hè? En ik zou echt niet weten wat het is. Lieve Floor, superleuk dat we een pakketje mogen opsturen. We hopen dat je het leuk gaat vinden. Voor je volgers hebben we nog een leuke kortingscode, Floor10. Krijgen ze 10% korting. Kus My Scrunchie Shop. Oh, van My Scrunchie Shop heb ik nog een pakketje toegestuurd gekregen. En jullie kunnen dus korting krijgen met de code FLOOR10. Ik zal het allemaal in de beschrijving even linken. Oh, heel cute. Een lila armbandje. Nou, daar hou ik wel van, want ik heb er nu ook genoeg om. Te leuk. Even kijken. En dan is hier het schattige zakje. Heel leuk. Het is een denim stofje in het roze. En het lijkt wel een beetje tie-dye-achtig. Met wit.
en denim. Dus dat vind ik wel echt super tof. Dus dat heb ik nog ontvangen. Ik heb trouwens nu ook het jurkje aan. Die is van Lofies. Echt heel erg leuk. Maar goed, ik wil nog even tot de orde komen. Ik heb hier een dikke bobbel. Nou ja, goed. Ik, als jullie dit zien, heb ik ontslag genomen bij mijn werk. Lily dus, die kledingwinkel. En dat vind ik heel erg jammer, want ik heb altijd met heel veel passie gewerkt. Ik hou van kleding. Dus ja, ik vind dat heel erg jammer. En ik ga ook zeker iedereen missen, want mijn collega's waren echt heel erg leuk. En natuurlijk de kleding en alles ga ik missen. Maar ik heb dus, zoals jullie weten, een tussenjaar. En ik kan heel veel uurtjes maken bij een marketingbureau. En dat wil ik zelf persoonlijk ook heel erg graag, omdat ik een tussenjaar heb. En die wil ik gebruiken om mezelf nog meer te ontwikkelen en kansen te pakken en te verbreden op het gebied van marketing en communicatie. Dus ik heb de afgelopen week al heel wat gesprekjes gehad, sollicitatiegesprekjes. En overal willen ze me ook wel hebben, dus nu moet ik zelf nog kiezen wat ik ga doen. Als jullie dit zien heb ik al gekozen, maar wanneer ik nu dit zeg, heb ik nog niet gekozen, want ik heb maandag nog één gesprekje. Dat, maar het is sowieso allemaal op een marketingafdeling. Ik kan bijna fulltime gaan werken het hele jaar. En dat brengt me eigenlijk alweer tot het volgende punt. YouTube. Omdat ik dus zoveel ga werken, kan ik gewoon niet meer dagelijks vloggen. Ik ben dus heel veel aan het werk op een marketing communicatieafdeling bij een groot bureau. En dat vind ik echt super tof. En daarmee kan ik me natuurlijk heel erg ontwikkelen. En dat is ook goed voor mijn studie en voor je cv en al dat soort ongein. Dus ja, ik ga stoppen met dagelijks vloggen. Al moet ik zeggen dat ik niet echt dagelijks heb gevlogd. Ik heb het een week geprobeerd. En dat zijn 3, 4, 5 vlogs geworden of zo. Nou ja, dit is volgens mij de 8e of 7e. Whatever. Dus ja, ik ga denk ik gewoon over weer naar mijn weekvlogs. En voor de rest gewoon losse video's. Maar dat komt dus, ik wil het wel heel graag. Maar ik ga dus heel veel werken, dus dan kan dat niet. En dat is gewoon een kantoorbaan. Dus dat, ik ga zo die kleren even passen. En ik ga nu de vlog afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze laatste dagelijkse vlog. Als ik ooit weer iets leuks ga doen of zo, dan ga ik sowieso nog weer gewoon een vlogje maken. En ik denk dat het dus weer een weekvlog gewoon komt. Elke dinsdag of zo. Dat kijk ik nog wel. Maar in ieder geval heel erg bedankt. En oh, dit ziet er echt zo'n bobbeltje hier. Ik heb mijn haar ook totaal niet gedaan vanochtend. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video.